Het is een druk mannetje, zeggen bewoners met een gevoel voor understatement. De man van de uitgebrande flatwoning woonde sinds ongeveer een jaar in de Korte Stede en zorgde daar vaak voor overlast. Ja, drankgebruik en dat soort dingen, en dat gaat niet goed samen. En dan, ja, dan slaat hij wel eens door. Dan het huis gaat op de grond of naar beneden. En, ja, ik heb begrepen dat er hulpinstanties zijn. Maar ja, dit is natuurlijk wel een actie van iemand die het niet prettig heeft in ieder geval. In zijn eigen toko kon hij af en toe goed tekeer gaan. En tegen wie dat was, dat weet ik niet. Misschien ook tegen zichzelf. Hij heeft ook wel soms al spullen naar beneden gegooid. En dan leek het net of het hier een vlooienmarkt was. Midden in de nacht. En dan was het van, ja, ik mag mijn huis toch wel opruimen. Dus ja, dat hij een psychisch probleem hebt, dat is wel duidelijk. Woningcorporatie Stedion die kent deze bewoner. En de corporatie die zegt ook dat de afgelopen tijd deze huurder extra zorg en aandacht heeft gekregen en nodig heeft gehad. De corporatie wilde dit alleen niet voor de camera vertellen. De VVD in de Haagse gemeenteraad wil al langer dat woningoverlast beter wordt bestreden. Daarvoor moet de coördinatie van een probleemgeval verbeteren. Stel, iemand heeft een alcoholverslaving, heeft een huurschuld en is heel agressief. Dat komt misschien wel door psychosociale problemen. Nou, dan heb je eigenlijk al drie instanties die zich daarmee bemoeien, die dat proberen op te lossen. Maar eigenlijk is er niemand die de eindverantwoordelijkheid heeft. Volgens de VVD moet daar één instantie voor aangewezen worden, afhankelijk van het probleem. Ook speciale woningen voor overlastgevers zouden een oplossing moeten bieden. Bewoners voelen zich ondertussen in de steek gelaten. Kijk, nou is het gelukkig een brandje, maar ja, er hadden ook explosies kunnen komen. Of die mevrouw van boven, die had niet gered kunnen worden. Dus je moet altijd eerst moeten hier wat gebeuren. En voor de rest, ja, laat je ook maar een beetje aan je lot over, vind ik hoor.